een keuze van een antifouling is belangrijk om rekening te houden met het vaargedrag, het vaargebied en de vaarsnelheid. Wanneer gebruik je welke antifouling? De Werdel Kopervrij is te gebruiken voor sloepen, motorboten die gewoon een rustig vaargedrag hebben en die alleen op zoet water liggen en varen. Een zelfslijpende, de Fowlerway, die wordt veel toegepast door of sloepenvaarders of zeilers. En met name zeilers, omdat een zelfslijpende die heeft het karakter dat als je vaart, het is wel belangrijk dat er regelmatig gevaren wordt, dat die minuscuul zo laag is verliest. En we hebben de Koppencruise. De Koppencruise is een koperhoudende harde antifouling die eigenlijk voor iedereen geschikt is. Waarom? Omdat die koper bevat, is dat gewoon de beste bescherming tegen aangroei. En of men nou veel gaat varen of weinig gaat varen, op zoet, brak of zout, het is voor iedereen is het geschikt. Hoge snelheid, lage snelheid. Het verschil tussen een zelfslijpende en een harde koperhoudende is dat met een harde koperhoudende dat je laagopbouw creëert. Dus je zal één keer in zoveel jaar, dat kan 15, 20 jaar zijn, zal je toch wel terug moeten schuren. En met een zelfslijpende heb je eigenlijk iedere keer met het afspuiten, zijn de restanten die zijn verwijderd. En je brengt weer een nieuwe laag aan. Dus je hebt weinig last van laagopbouw. Het is de bedoeling dat we met antifouling niet proberen meer vierkante meters uit een blik te halen. Maar gewoon een goede laagdikte op te zetten. Dus in één richting rollen. Dus niet heen en weer. Want daarmee ga je ver verspreiden. En dan ga je dus je laagdikte die ga je dus verminderen. Heel belangrijk, zet dikke lagen op en probeer zoveel mogelijk in één richting te rollen. En dan nog even na te rollen om de afzet die je dus ziet per gang, om die dus weg te nemen. Op het moment als er een behoorlijke oppervlakte gedaan moet worden, is het toch wel heel erg handig om grote verpakkingen te nemen. Waar heb je namelijk mee te maken met twee componentproducten? Is dat je moet het aanmaken. Dus de harde gooien bij de intercoat in dit geval. 5 minuten roeren, heel erg belangrijk. En vervolgens laat je hem ruim 10 minuten laat je hem staan. Dat heet de inductietijd. Dat betekent dat je binnen een kwartier kwijt per blik. Als je een kleine verpakking hebt, dan ben je heel veel extra tijd kwijt. Terwijl als je gelijk de 4 kilo hebt, kan je toch in één keer veel meer vierkante meters maken. Voordat we überhaupt gaan schilderen, dan heb je er altijd te maken dat een blik kan wat langer in de kast of in de winkel hebben gestaan. En waardoor je de vaste stoffen, in dit geval van de monouretaan, zakt dus naar de bodem. Heel belangrijk om voor gebruik het blik eerst even goed te schudden. Een minuutje, 2 minuten. En vervolgens als we dus de deksel geopend hebben met de verblikopener, dat we dan een roerhoutje daarvoor gebruiken. En afhankelijk van het soort blik heb je een klein roerhoutje en wat dikkere. En dan even een aantal minuten goed over de bodem te roeren. En niet te gaan kloppen, want dan klop je weer lucht erin. Roeren. En af en toe eventjes over de bodem heen naar boven toe halen om te kijken of het dus al vloeit. Of dat er nog iets hangt aan het roerhoutje. Vloeit die mooi, dan is het klaar voor gebruik en kan het geschilderd worden.